Yo peeps, ik ben weer terug. Want ja, mutantje is awesome. Nee, maar ik ben gewoon terug, want ik heb een hele tijd ook niet Pokémon gedaan. Want ik heb een hele tijd niks gedaan aan mijn YouTube-account überhaupt. Wat interessant is. Dixlet is 3 levels omhoog. Aan het einde van de aflevering gaan we nog even checken hoe het met hem gaat. Maar voor nu, ja, dan moeten we volgens mij een hoop Pokémon gaan hebben. Oh, wauw, hier kan je niet langs natuurlijk. Zodat we Flash kunnen krijgen, want ik zou een pad openmaken met, je weet wel. Een pad openmaken, wauw, met Kut van Wietplantje. Maar, dat kan Wietplantje. Ik bedoel, maar, daar kunnen we niet door, als we er zijn. Dus we moeten een paar Pokémon gaan vangen, voordat we dat kunnen doen. Dus ik denk, ik doe hem gewoon een paar sterke moves. In plaats van ze te killen, dat kan natuurlijk ook altijd mogen, maar dat maakt niet uit. Wacht, ik pak wel even mijn zwakke Wietplantje. Misschien kan ik hem nog even een mooie Havana Stripe geven, maar dat maakt niet uit. Oeh, Candy. Een Awakening. Maar hier moeten we doorheen om daar te komen. Ja, Diglets hebben dit gegraven. Nou, we weten nog een goede jouw het eind waarin we een Diglett hebben gevangen. Ja, precies. Wietplantje gebruikt. Grastype. Doet dat veel damage? Ik weet niet. Doe gras. Dat doet pittig veel damage. Waardoor ik ook geheeld word. Ik bedoel, dat is ook weer mooi. Dan kan ik tenminste mijn wietplantje ook trainen terwijl er alles gebeurt. Sweet scent. Dammit. Oké, wie ga ik gebruiken? Wie is laag? Nou, Jolly moet eigenlijk wel omhoog. Jolly! Lowkick. Mooi hoor. Nou, wie hebben we nu? We gaan waarschijnlijk Formichu inzetten. Ja, het is wel een elektrisch soort. Dus ja, dat heeft weinig zin bij grondtypes. Dus wat ik doe, ik pak Jolly. Jolly, ja. Yeah. Kan gelijk door. Ja, nou, ik ga wel weg. Jemig, oh, de trio. Als ik die kan vangen, heb ik weer een nieuwe. Quick break. Als ik die kan vangen, ben ik al een heel eind op weg. Dan hoef ik ook geen eens meer een Dixlet te vangen, want dan heb ik al een druk trio. Ja, 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 ik heb een triootje. Juist. Ze zijn awesome. En hoe noem ik hem? Nou, hoe denk je? Als ik al een Dixlet heb, dan moet ik wel even een... Dik... Trio. Oh, dan met Duk Trio. Dik Trio. Jee, nu heb ik in ieder geval een Dik Trio in plaats van een Dixlet. Ook een andere Pokémon. Oh, Arena Trap. Nou, breken die al. Hoppadee. Jolly levels. En deze kan ik wegrennen. Arena Trap. Brick Break. Ik doe nog gelijk weer door. Alweer één. Letterlijk bijna één stap. Hoppadee. Maar nou, Jolly gaat wel redelijk met zijn levels verder, dus dat is wel mooi. Misschien nog één of twee tegenkomen. Nee, gewoon weg. Oké. Wat moeten we hier doen? We moeten hier naar beneden. En dan zit hier volgens mij een huisje waarin deze gast zit. Ik ben Professor Oakse Aids. Met 10 pieces kan hier uw woord geven. Wat heb ik er? Ik heb er 11. Dus ja, goed genoeg. Krijg ik de HM5. En dat is Flash. En die heb ik nodig om verder te kunnen. Dus ik denk dat ik... Ja, ik ga even zorgen dat al mijn Pokémon level 25 worden. En dan zie ik over jullie echt bijna over 2 seconden... Nee, ook 10 seconden of zo. Terug in de volgende... waar in die Cerulean City, oké? Doei doei. Hey mensen. Sweet hoor, maar ik heb een beetje mijn Pokémon getraind. Niet heel erg eigenlijk, maar ja. Maakt me niet uit, want ik heb in ieder geval Flash en die ga ik leren aan een Wietplant. Want dat is tot nu toe gewoon onze HM. Slet. Hallo, zegt mensen in een mooi gesprek, maar... Huppatee, en dan leert hij ook Flash. Misschien vind ik later wel een ander, maar maakt me niet uit. Zolang ik maar even verder kan gaan. Oh, en ja, ik heb een deel van Pokémon level 25 getraind, alleen keihard nog niet. En Swarmachu ook nog niet, want die werden gewone-hit door de... Weet je weer, de... Die beesten die fucking sterk zijn. Maar ja, keihard, die kan heel veel Rock Throw. Doet veel schade. Sleep Powder. Dat is minder. Doe ik wel even dik, als die wakker wil worden. Damn, nu kan ik steeds minder goed ontwijken. Dat maakt me eigenlijk heel weinig uit, maar dat maakt me niet uit. Graven. Maakt weinig uit, maar dat maakt me niet uit. Mooi gezegd. Nou, en dan hebben we nu nog die, dan doe ik Magnitude 9. Oké, die is dood. En Oddish, dan doe ik Mega Punch tegen, want die moet gewoon in één klap dood.
gepoisoned, dat is echt heel erg tegenvallend. Dan pak ik gewoon even, als het kan, een... Heb ik een antidote, ja. Yeah. Sweet Sand. Maakt me niet uit, want ik hoef het toch niet te ontwijken. Gewoon Mega Punch in Arsus. En level 25, is dat niet mooi? Hartstikke mooi. Rock Throw. Yay, is dat niet leuk? Keihard gaat evolueren! Hard voor je. Alleen punt is, ik laat hem niet evolueren, want ik wil hem tot een level 30 gewoon keihard laten zijn. En niet laten evolueren, want... Dan is hij gewoon awesome. Ik weet niet, dat wil ik gewoon. Dikke YOLO. Nou, Swarmachoo, jij bent de volgende die ik ga trainen. Aerial Ace, dat is een sterke move. Even kijken of ik die toe kan passen bij een Pokémon. Aerial Ace, ja hier, Aerial Ace. Lamdra kan hem leren, en Jollykong ook, dus als ik... Het ligt er alleen aan, ik weet niet of ik Jollykong tot het einde wil bewaren. Lamdra hou ik er sowieso voor, maar ja, zo sterk is die ook weer niet. Ja, hij was bored, hè? Nou, dan mag je vervuld zijn. Oh, die Machop, die wil ik zo graag, alleen weet ik niet hoe ik die krijg. Thundershock. Seismic Toss, dat doet ongeveer evenveel schade als... Ik weet niet, er was iets van een techniekje voor of zo, maar maakt niet uit. Level, weet ik niet zeker. Mega Kick. Dammit, Mega Kick. Trap. Dammit, dat is heel zwak. Nou, wat kan ik doen? Ik kan Quick Attack doen, dat is het enige wat ik kan doen. Dit is zo weer een standaard dubbelteam. Evasiness ga ik omhoog halen, zodat ik niet zo heel makkelijk kan ontwijken. Hurt by Bind. Als Bind me niet vermoord, dan kan ik gewoon winnen. En ja hoor, gaan we weer even wat openen. Dat zag niemand. Ik weet het zeker. Maakt me ook niet uit, want ik klik gewoon even door. Want ik wil zo goed mogelijk kunnen ontwijken. Maar dat was een mislukkingje. Dan pak ik deze, die gaat toch in één klap dood. Maar dan kan ik wel Absorb doen. Wow. Weet je, je bent de baas. Dit plantje. Je kunt het. Kom maar heel even. Kom op. Nog heel even. Wit plantje. Ja. Mooi hoor, wit plantje. Level up. Nee, geen level up, maar ook. Wait, I'm out of Pokémon. Damn it. Jammer voor hem. Haha, bring it on. Een BH. Psybeam. Oh, een BH heeft trouwens recover geleerd. Dan krijgt hij levens terug. Maakt niemand wat uit. YOLO. Nou. En dan mag ik in ieder geval mijn Burn Heal. Want die zijn heel veel vuur Pokémon. Dat helpt ook echt. Oeh, hier kan ik ook omhoog. Go, mijn super bug Pokémon. Hallo, super bug Pokémon. Psybeam. Een BH. Level up. Weedle. Een BH. HP. En een Venonat. Venonat is een psychisch bug Pokémon, volgens mij, zover ik weet. Maar bugs. Arme bugs. Nou, raad uit, hij is van bug, bug, bug. Nou. Leuk toch? Je moet altijd wel een beetje spannend houden. Nou, en hier hebben we een Sandshrew. Ook in één klap dood, weet je. Saai aan het worden. Ik gooi even mijn BH even wat verder. Level 27. Wat willen we levelen? We willen keihard. Eigenlijk willen we Jolly gaan levelen. Nou, wat voor Pokémon kunnen we hier tegenkomen? Een Ekans. Dat is gewoon Snake achter tevoren, of niet? Hoe slim ben ik? Jee, maar oké. Okay. Die hoeven we niet te hebben. Als er iets anders cools is hier, dan is het een Rattata. Die hebben we ook niet nodig. Secret. En als dit alles is, ga ik gewoon weer verder. Ja, weer Rattata. Dit hebben we allemaal niet nodig. Zijn ze gewoon zwakker. Oké, dan ga ik kijken wat er verder... Wauw, ik ben zo goed hier. Hierboven te doen is. Who's walking there with a good looking Pokémon? Dat ben ik. Oh, of dat ben jij. Dat kan ook, want jij hebt ook best een mooi Pokémon. Odersleut, Identified. Ik weet niet wat het is. Misschien kan ik dat niet wegrennen, maar dat kan ik sowieso niet. Charmander! Mijn Lamdra. Smokescreen. Ik wil smokescreen. Dat geeft echt... Dan mis je echt zo snel als je smokescreen hebt. Twee. En nog een smokescreen. Dat vraagt voor een low kick. Dat is gewoon zo. Stop met messenger me. Oh, hij wordt elke ochtend vroeg wakker, zodat hij zijn Pokémon kan trainen. Wat lief. Furry Swipes. Hoppatee, 5 times. Dat is het maximum volgens mij. Maar ja, hij is wel dood. En Brick Break. Dan breek ik gewoon dat beest. Wat? Dit is fight, dus dan denk ik dat ik Secret Power het best kan doen. En dat is waar. Leveltje up. Seismic Toss. Dat is... damage die gelijk staat aan...
level. Ik weet niet, eigenlijk past Furious Fight wel bij hem. Low kick is handig op zware en dit is gewoon, dat breekt gewoon elke barrière, dus ik hoef hem niet te leren. Stop learning. Dat is a total waste of time, ik weet het. Waarom kijk je dan mijn video? Oh, zit hier nog iets cools in de steen? Een eter! Heb je hier nog een coole Pokémon? Een Sparrow? Meh. Vind ik ook niet echt stoer. Een Ekans. Daar heb ik ook niet veel mee. Je weet, je hebt maar één kans om te vangen. Hey. Maar ja, geen coole Pokémon hier. Next. Oh, wacht. En een Rattata. De ergste Tata die we kennen is de Rattata. Moeilijk hoor. Oh, wegwijs hier. Dan wissel ik mijn keiharde Pokémon om met Jolikon. En dan denk ik dat we verder kunnen. Hoezo dacht ik dat ik er tussendoor kwam? Die hebben we ook al gehad. Die nog niet. Oh, aren't you a little tough, jij? Ja, ik ben heel tough. You dude. Wat een sterk Rock Throw. Niet zo sterk. Mudsport maakt helemaal niks uit. Dick is ground. Maar dat kan ik net zo goed magnitude doen. Als het hoog is zoals 8. Dat doet pittig verslaan. Dus grondaanvallen zijn sterk tegen steensoort. Dat moet ik onthouden. Dat wist ik niet. En match op. Dat is een fighting type. Dus dan denk ik dat het Rock sterk is. Nee. Oh god. Magnitude 6. Doet veel schade. Maar ik ben ook dood. Wat doe ik dan? Wietplantje. Want die kan lekker weer wat uit hem zuigen. Wat energie. Want dan krijgt hij weer wat levens. Dan is het tenminste een gewoon level. Kan ik gewoon weer door. Oh, nog iemand. Don't you dare patronize me. Wat is patronizen? Ja, een BH doet wel iets goeds. Hoppatee. No, you're too much. Dank je. You're obviously talented. Dank je. Dat is lief van je. Zie je geen, niet iets van een snoepje of zo? Nee, en als ik eens terug ga. Jammer. Wat is dit? Een pokeball. Die moet ik vangen. Dief. Ik vang een pokeball. In een pokeball. Damn it. So close. Nog een keer. Pokeball. Ja, yeah, ik heb een pokeball gevangen. Yeah. So Screech. Originally. Dat noemen we. Dat is gewoon. Ja, hij kan zelf ontploffen. Dus hoe noemen we hem? Kami Kaas. Met allemaal hoofdletters. Van Kami Kaars. Kami Kaarsen. Leuk hoor. Kami Kaars. Hartstikke lief zo'n beest. Oké, okay, dit is ongemakkelijk. Want je kan die dingen breken of je kan hierheen gaan. But I always lose. Weet ik. Zwak van jou. En Pikachu. Psybeam. Tjew. Zo. Heerlijk hoor. Ik ging even helemaal kapot. Clefairy, Thief. Encore, oké, doe ik nog een keer Thief. Oh, ik hou van je nu. Oh nee, niet slapen man. Zo werkt het niet. Word wakker. Word wakker. Is in love. Nee. 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 Doe iets goeds. Ja, blijf dat doen Clefairy. Dan kan ik hem afmaken. Nice. Oh, mijn attention. Oké, okay, ik denk dat ik hier nog even heen ga en dan stop. Type Pokémon matchen, bla bla, de ene is sterker dan de ander. Nee, dat is nieuw voor me. Nugget is 5000 euro waard. Hey, rol mops. Oké, okay, heb je 20 soorten Pokémon? Ik heb pas 12 Slimpy. En Lavender Town, dat is een super creepy town. Let me heal. En even kijken wat ik in mijn box heb zitten. Move Pokémon. Onzin. Dick Trio, wauw. En een Kamikaars. Weet je, wat als ik die nou in plaats van een van mijn anderen doe? Dat is een pittig hoog level. Even kijken. Keihard. Ik kan hem in plaats van Jolly doen, maar Jolly is een vette vechttype. Weet je, ik hou hem gewoon. Dan ga ik denk ik verder. Jump. Nee, we hebben verder volgens mij geen Pokémon hier in de boxes. Nee, precies. Dus dan was dit een mooie aflevering. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei.